Je moet heel snel zijn, Niels. Niels, rij! Nee, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij misschien. Hallo, kijkers van Games of 3. Ik ben Niels. En vandaag zitten we hier weer in GTA 5 Racing. GTA. Vandaag ben ik hier met Deens en Mick. En zoals jullie zien in mijn open, in mijn auto ben ik de kippenman. Heb ik nou weer zeker net de verkeerde auto, of niet? Ja, het is met jumps, dus ik denk dat de Tiddy 20 wat chill is, ja, daarvoor. Tiddy 20. Oké, gaan we gewoon friendly doen deze keer? Nee. Oh, dat is deze, jongen. Hebben we deze niet al ooit gedaan? Ja, die... Oh, Mick, je doei, Mick Niels. Mick, je bukt mij vol omhoog. Ik heb gehaald, maar ik zit vast, godverdomme. Ik zit vast. Nee, lul. Ik kom op tussen een gebouw terecht. Nou, Niels. Fuck. Jongen, bukt hij mij vol aan de kant terwijl ik er net mooi doorkom. Ja. Ja, dat doet Niels. Wat de fuck? Nee, lul. Waarom explodeerde Niels? Ja, dat weet ik ook niet. Hij implodeerde. Het is een waterstofbom. Ja, waterstofbom imploderen. Waardoor er een nog erger knal komt. Weet het lijkt grappig als we dan voor vuurwerk zo'n rotje hebben met die implodeert. En dan boom! Weet je? Hele straat doof. En dood. Ja. En dood. Dat de mensen dan per ongeluk... rotje. Zo'n, dat ze per ongeluk een soort waterstofbom in een rotje of zo doen. En dat dit niemand dat doet, dan is gewoon de hele stad is gewoon dood. Het is niet echt grappig, maar vooral bijvoorbeeld in een film als komische film lijkt me daar eigenlijk best wel geinig. Ik sta eerst, hè, en mix ik rij heel dicht achter je. Oh, sjaal. Kijk, maar ik had hem voor de eerste keer gehaald, maar ik zat vast tussen de Niels, je moet nooit zeggen dat je eerst ligt. Dan staat Mick eerst. Oh, ik jump hier dan en dan... Jump. Oh, tuurlijk lantaarnpaal, tuurlijk. Oh, paallantaarn. What the fuck? What the fuck? Je moet hier echt fucking random ergens naartoe rijden en dan moeten we een trap af. Oeh. Ik heb wel een mooie auto. En Niels is ook blij, want Niels heeft ook uiteindelijk geld gekregen. Wacht, ja. Mick, was jij dat in Niels Iris? Ja. Oh ja. Nee. Ik ben de enige met een zwart rode auto. Oh mijn god, ik kan serieus die trap niet op. Ja, je bent gewoon te mank, Niels. Oh, manke Nelis. Ik kan die checkpoint niet halen. Doei, Niels. Manke Nelis, snap je? Nee. Nee. Ik ben niet grappig, hè? Ahaha. Nee, gewoon echt slecht mee. Op. Echt heel slecht. Ik had mijn coil hiervoor moeten nemen. Is je T20 te laag, zeker? Nee. Maar ik span nu op die ramp en voor de rest kan Y-M-C-A. Ik niks. YMCA. It's fun to stay at the YMCA. YMCA. Ik begin het random te zingen. Huh? Begint ineens random te zingen. Ik begin altijd ik in een keer. Ik lig nu echt kei erg achter. Oh, wow. Oh, Niels zegt een keer niet tering. Nu ligt wow. Tering ver achter. Oh. Ik haal jullie, ik probeer. Oh, Deens ligt niet zo ontiegelijk ver voor volgens mij. YMCA. YMCA. Na 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 erin. Dan moet ik denken aan de motor. Dan moet ik denken aan Daan de motor. Ja. Daan die kan heel goed motorgeluiden nadoen. Die doet Daan die deed zo. Die heeft school zo. Daan wou zeggen mijn pijpen word je doof. En zei die. Hang 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 ho. Ja. Je kunt Daan echt nooit staan. Denis, is dit niet de... Rees waar je reed. Ja, toen waar ik tegen de lucht aan reed. Volgens mij is dat deze. Ik heb opgenomen. Nu haal ik hem echt tering hard. Ja. Ja, dat is een ander. Buk niet tegen lucht aan. Tegen de lucht. Ik buk niet tegen de lucht aan. Holy shit. Oh, nee, jongens. Denis, je bent wel friendly, hè, Denis. De finish is in een jump, dus kijk uit. Ja, ik ken deze race. Maar Denis gaat dat is zeker weer... Oh, Palito B, om aan het einde zo. Nee, joh. Dildo CA. Palito B, dat is op niet Palito B. Normale pier. Niels, jij ligt echt klein ver achter. Bij de kermis. Ja. Sorry. Bij de kermis is het toch? Wat nou kermis? Denis, ik zeg wel wanneer je moet stoppen. Waar ben je? Het is toch bij die kermis daar, dat einde? Oh, ik ben nu dildo aan het inladen. Oh,
Oh nee joh, je bent er nog. Oh jawel, je bent er bijna. Nee joh, what the f. Oh, nee joh, Denis, nee, je moet nu gaan wachten. Ja, Denis ja, is wel aardig dat hij wacht. Denis, je bent nog wel aardig om te wachten, hè? Ja. Je kunt nog wat op die checkpoint doorrijden, maar dan moet je verder niks meer doen. Nee. Oké, okay, dit gaat een beetje niet zo handig, mensen. Ik zeg wel wanneer Niels eraan komt. Mm-hmm. Zeg maar als hij de jump weg gaat. Ja, ik ben hem nu gaan laden. Kan ik gaan, Mac? Nee, nog niet. Niels, die landt nou op een dak en die springt mis. Ja, gast. Je auto is gewoon te goed voor deze race. Ik had gewoon door Silence. Oh, het Niels! Niels kan heel goed racen. Ja, Denis, je kunt. Denis, je kunt. Denis, je kunt. Wat als ik hem niet haal? Ik krijg lachen als ik hem nu in één keer haal en jij niet. Haal je hem? Ik ga het slom. Oh nee, allemaal personen! Ja, ik heb hem. Niels die haalt hem ook niet. Ja, omdat er personen voor me zitten. Nu ga ik te langzaam, denk ik. Nee. Ik ging ook te langzaam. Voor, je kunt gewoon doorrijden, hè? Wat is dit die dat haalt? Ja, dit is, je moet niet spannen, je zit vast. Je moet heel snel zijn, Niels. Niels, rij! Nee, daar gaat hij. Ja, daar gaat hij misschien net halen. Ja! Oh, ja. Niels! Hey. Nou, ik vond hem wel geinig. Beter als vorige keer. Zie je bij de volgende race. Ja, ik vind dat wel een clipje voor je. Laat dat er maar in, Niels. Nee, ik doe met mijn zingen als begin. Mijn crew is wel mooi in Jimmy's spelletje. Oh. Niels, wat is mijn Niels? Dat weet ik ook niet, ik klik op verkeerde knopje. Dat was een reflex, hè? Want altijd nee, als ik klik op verkeerde knopje. Dat was Niels een reflex. Ik klik op verkeerde knop, potverdikke me. Oké. Nee, ik heb echt een laag level. Ja. Je bent laag level, maar toch word ik eerste. Get technique. Ja, omdat jij auto's hebt. Ja, maar jij ook. Je hebt toch ook dezelfde auto? Een keer een doorrijder race gewoon. Iedereen de Banshee pakken ofzo. Ik heb geen Banshee. Oh, ja, dit is Stunters for Ex-Shooters. Wat is dit? Niels. Oh, dat is grappig. Hé, maar wij zijn met z'n drie, dat is kut. Ja, ik wil bij Denis. Ja, oké. Ik weet niet of want Niels, het, Niels is te goed voor ons dan. Ja. Anders vinden we niet leuk. Oké, okay, mensen, we zijn hier nu. Nee, kutje. Bij snipers of shooters versus stunters. We gaan het weten als ik pak gewoon. Gaan wij eerst shooten? Volgens mij niet, hè, Denis? Ik ga eerst shooten. We hebben een honkbal, er staat dus een toren langs me. Ik ga eerst shooten. Ja? Oh ja, ik zie het. Oh, we hebben zijn toren. Ik wilde een soort van blauwachtige. Jongen, ik heb alleen maar snipers. Oh, Denis, je staat aan de hele andere kant. Ik heb mijn witte. Ik niet. Oké, okay, Denis, kom op, hè. Is die rempje hier zo? Deze straat. Ja. Wel jullie komen vanaf twee kanten. Ja, weet ik. Niels hier gaat echt vol mis. En Denis ook. Ja. Nick, wat voor wapen heb je? Sniper. Oeh, dat is moeilijk. Ja. Het is best wel kut. Gast, ga quickscopen dan. Of no-scope. Non-scope. Gast, je kan zomaar nu gewoon al kunnen snipen, hè. Oeh, yes! Oh, yo, Nick, ben je eraf gevallen? Nick, ben je eraf gevallen? Nee. Ah, kut. Ik had hem net geraakt, Niels. Ben je eraf gevallen? Nee, ja, net niet. Dat huh? Ik weet welke rem ik moet gaan nemen. Ja, gast, ik weet ook. Mick, je bent niet dood, hè? Maar ik raak je al wel vol, hè, Mick? Ja, Niels raakte mij echt gewoon teringhard. Teringhard. Oké, dit lijkt me wel grappig, eigenlijk. Dit heb ik nog nooit gedaan. Maar niet leuk als je hier helemaal alleen boven staat. Oh ja, er zit een halve ramp hier, tuurlijk. Maar daarom is het extra moeilijk. Nu, ja. Oké, okay, ik ga gewoon proberen om op het platform van Mick te komen. En dan hem eraf rijden. Ja, en dan gewoon met de achterkant naar hem toe rijden. Je pakt me niet, Mick. Ik pak jou. Van achter of van voor? Nee, kut. Mick, was die klunch? Nee. Jawel, ja. Oké, okay, ik pak even... Oh nee, ik hoef nog geen andere auto te pakken. Deze is wel goed. Misschien zal ik ook gewoon een Centorno kopen. Ja, nou je toch 20 miljoen hebt, joh. Aaaaaah! Kill! Ik val er net niet op. Oh, ik raak die al bijna. Kill! Joh. Kill! Ik
raak jou bijna, Mick. Oh, ik val hem niet. Mick, had ik jou geraakt? Ik val hem bijna niet. Kom op. Wat? Je raakte me echt tering hard. Oké, ik weet nu precies hoe ik Mick moet pakken. Van achter of van voor? Allebei. Allebei? Tegelijkertijd. Niels, wat heb je? Dubbel penis. Waarom is het zo lastig om jullie te snipen? Oh nee, deze gaat totaal mis voor mij. Bob, nee! Hey Niels, wat ben jij nou weer? Ik ben in de witte auto. En Niels, die is op de snelweg. Ja, ik heb het zelf wit gemaakt. Huh? Ik ben in de witte auto. Ik zit ja, in de blauwe. Denis houdt ervan om sperma-stellen te zijn ofzo. Ja. Oh nee. Kom op, Denis, pak hem! Oh. Pak hem! Pak hem! Oké. Ik pak hem dan. Denis, ga nu naar Mick's huis en pak hem. Van voor of van achter? Allebei tegelijk. Maar dan moet ik een beetje heel ver naar Mick's huis gaan. Ja, dat vraag ik dan. Of jij dat leuk kijk, vindt. Kijk, jij hoeft maar 10 kilometer en Denis moet er 23. Ik raak wat? 10 kilometer? Mee. Oh, trouwens, weet je dat ook wat chill? Want je auto kan niet opblazen ja, als je op de achterkant valt. Oké, Mick, snipe ons. Dat... Kom op. Ja, dat probeer ik. Ik merk het. Oké, Denis, we gaan gewoon vol no-scope, oké? Nee, je hebt mijn band lekker geknipt. Oh, cool! Dus je moet ook iets kopen, hè? Je moet gewoon in first person of zo een beetje doen. Ik pak deze rode. Ik ben nog volgens mij nog amper beschoten door Mick. Ik wel. Ja, mijn andere zijn raakte me niet. Ik zie nog gewoon een stuk of 3 kogelgaten pas. Mijn andere zijn toen heeft een lekker band, dus ik heb even nieuw gepakt. Ik zag die met rijke dingen. Uit het geschoten. Denis, je bent wel echt een rijke nigger. Niels, what the fuck? Je bent echt een scheve kerel. Gas, weet je hoe slim die was? Ik ga ronddraaien zodat je me niet zo makkelijk kan snipen. Je probeert echt alleen maar mij te doen, hè, Mick? Nee, ik zie Denis eigenlijk niet. Ja, oh, Denis, je hebt rooien! Een ongestelde! Gas, waarom moet je altijd zo seksistisch doen? Ja, ik ben opgevoed door Dylan. Jij bent jonger dan Dylan, toch? Ja. En ik heb je ook daar iets anders daarboven liggen dan snipers? Nee. Alleen snipers dus. Yes. Ik vind het handig dat we zijn toren hebben. Die kun je ons niet vanuit de achterkant neerschieten. Yo, ja, Mick. Ik maak je zo'n dikke backflip, jongen. Ja, oh, ik zag het. Deens, we moeten even snel zijn. We hebben nog maar 1,5 minuut. En voor Mick ook. Om te winnen, ja, maar... anders is het een tie. Ja, maar ik ben blij met een tie in mijn eentje. Tie. Oh, kut, ik pak mijn telefoon erbij. Lololol. Niels, what the fuck ben jij allemaal aan het doen? Nee, Mick, sniper niet. Nee, man. Waarom doet hij de ramp helemaal rechts? Die is gewoon... Ja, die is een beetje gehandicapt, hè, Denis. Ja, dat kun je gewoon niet. Pak even een andere auto, deze begint een beetje kapot te gaan. Ik hoop zo dat jullie eraf... Ik pak wel even zo'n klassieke kleur van Lamborghini. Geel. Geel. Ja. Eigenlijk rood. Ja, dat weten we wel. Godverdomme, Mick, hoe heb je mijn bank hoe heb je mijn bank lekker geschoten? Gewoon met de lekker band. Volgens mij ga ik met echt niet snappen. Met de lekker band. Dikkie dik, we hebben nog... Oké, Denis, we moeten echt even heel snel zijn nu. Ja, maar ik moet een nieuwe auto, ik heb een lekker band. Niels, die heeft echt zo'n shine in de auto. Oh, oh, mijn auto staat in brand. Rennen. Ik pak nieuw. Nee, ga je even door. Oh, dat was nee, auto. Kutje, nee! Ben je eraf? Nee, net... Nee, ja. Ja! Dit is zo kapot! Oh, Niels! We hadden nog maar 1 seconde tijd, hè? Zo, hè. Oh, we hebben de eerste ronde gewonnen! Oké. Okay. Van welke kant komt Mick? Nou. Oké, wat is een rondje draaien ook alweer? Wat is X eigenlijk? Volgens mij, ik weet al denk ik wat het is. Oh, deze is wel ziek. Zo erg genoeg zijn. YMCA. Waar is Mick? YMCA. Top een. Oh, ik heb Mick! Mick, Charles, dit is echt slecht, Mick. Hè? Blackstones PC! Welke cloud moet ik pakken? Oranje! Oranje, ik heb geen oranje. Oranje is half ongesteld. Ik ga wel even naar een ander stukje kijken of daar een coole auto... Nee, niet die. Ik
hem geen. Grijze, die is lelijk. Alles lekker voorop. Kan ik me beter zien. Kan ik me beter zien? Ik heb juist een hele schutkleur eigenlijk. Een beetje grijzig, net zoals de H1 weg. Take me down, Mick. Take me down, Mick. Ja, I'm gonna try, my nigga. Oh, what the fuck? Ik crash gewoon op die ramp eigenlijk. Tag it. Fucking hell, ik snipe niet als ik gewoon... Danish, je bent echt een faggot, hè? Heeft hij geraakt? Nee. Net niet. Je vliegt er gewoon vol langs de hele ramp. Ja, omdat jij ook fucking helemaal daar langs staat. Jij gaat daar precies daar staan, hè, Mick? Huh? Wij gingen op midden staan. Nee. Ja, maar dat kan ik niet. We vielen een lantaarnpaalmauto. Oh, het is zo mooi. We vielen een lantaarnpaalmauto. Oh, what the fuck, mijn hele auto... Glitched. Ja! Gast, mijn auto glitcht. Ik reed nergens tegenaan. Kijk de video. Ik zweer. Maar ja, Mick heeft deze gewonnen. Maar ja, boeien. Dus X stunt is PC. PC, daar speel ik op. PC. Shitbox natuurlijk. Het is gewoon shitbox. Het is gewoon shitbox. Ik wil een sniper. Ik heb geen sniper. Dat ik kapot ga, al gewoon voordat ik er ben. Ja, hier, ze gaan nu al schieten. Had ik jou geraakt, Mick? Nee. Oh, ik had hem bijna volgens mij. Nee, vertel niet. Nee, meer. Oh, dat leek wel. Oh, ik liep er bijna af. Oh. Ja, dat heeft dus geen nut als ik te ver weg ben, hè, jongen. Maar ga eens een beetje mijn tactiekje stelen. Want ik ga proberen jou in de lucht om neer te snipen. In de lucht? In de lucht. Nee, ik heb jou wel geraakt, want jij bent de helft van je leven al kwijt. Nee, dat was bij jullie ook. Dat is gewoon zo. Nee, ik kon jou gewoon snipen. Ik loop bijna van de platform af, omdat ik een sniper wil pakken. Niels moet heel eventjes een plasje doen. Mick, je kan echt niks, hè, met die auto. Jongen, dit is een Zamporno. Ik hoor in deze helikopter of zo. Mijn nieuwsmicrofoon. En waar ben je met je Zamporno? Dan gaat hij onder ons staan, wat een pussy. Hij pakt een andere auto, dat durf ik te zeggen. Ja. Kijk, nu heeft hij geen witte meer wel. Nee, nu heeft hij geen gele. Ik was de spel maar kleur zat. Je hebt mijn band ook gewoon lekker geschoten. Fuck jou. Kutje. Jullie kunnen ook echt gewoon... Nee! Kutje. Oh, ik had hem bijna voor. Ik heb Mick echt een paar keer bijna geraakt in zijn kop. Dat heb ik ook niet. In zijn kop. In zijn kop. Ik dacht in zijn kop. Ik ook. Welke kant rijdt hij op? Ik zweet. Ik zweet. Ik zweet. Mick, welke kleur zou die nu hebben? Blauw? Grijs? Wat zou het zijn? Oh, weer wit. Sperma brengt gewoon geluk. Kutjes. Vooruit heen. Hoe neemt jij die rem? Ja, schuin, ik wou jullie raken. Kutje, dan gaan jullie me sowieso snipen. Waar ben je? Maar wat doe je dan op de snelweg? Ja, omrijden. Zodat jullie me niet snipen. Kutje! Vieze bandenlek schieten. Wat? Gast, ik heb er nu een werkwoord van gemaakt, ja? Zo gaat dat bij deze game mode. Bandenlek schieters, nieuw werkwoord. Ik ga even naar de andere kant. Oh nee, ik ga toch wel een beetje die kant blijven van het platform blijven. De platform. Kutjes, zit ze nou al gewoon weer mijn bandenlek te schieten, hè? Natuurlijk. Jullie zijn echt twee faggots, jongen, niet normaal. Ik haal voor die... Dit is maximale speed. Alles wel snelheid. Ja, alles wel snelheid. Je wacht, Danny, zeg, kijken of je jou neer kan snipen in je voet. Niet doen. Oh, nee, dat kan niet. Jawel, doe. Ja. Schiet en ik kan hem niet. Ik heb geprobeerd al in zijn voet te schieten, maar dat kan niet. Maar er komt geen kogel uit, zeker. Ja. Wat gaat hij doen? Gegroet iedereen. Nee, kut je, Danny. Oh. Dit
vind ik mooi. Ik kon niet snijpen. Dit is een echt kutje, Sam. Nee, straks zijn alle banden lek van al die Saturno's. Ja, dat is wel bij... Maar jullie zijn met z'n tweeën. Je hebt eentje gewonnen, omdat... Heb je jezelf vermoord of zo? Nee, dat explodeert gewoon in één keer random een auto. Ik denk dat jullie me horen. Round 5. Ik had volgens mij maar 4 rounds aangezet. Trouwens, mensen, tot zien. De laatste round. Ik dacht dat ik max 4 rounds had of zo had aangezet. Kan ik dat zien? Nee. Als dit de laatste stap is. Kutjes. Nee, kloten. Je was net over je heen. Oh, ik heb echt een best wel mooie kleur Centorno. Centorno. Oh, wat the... wat was die explosie, Niels? What the fuck? Kutje. Niels. Heb je hem maar net goed, of niet? Ja. Kill. Je raakte me, ik raakte jou bijna. Kutjes. Niels, we moeten gewoon in. Oké, ik pak een mooie kleur. Ik kan op de andere kant komen, dus dan heeft hij. Oké, aan welke kant ben jij? Oké. Ga nu rijden. Ja, zo. Volle voor BSN. Dennis vliegt over me heen en Niels heeft nou een ongestelde auto. Niels, en dan gaat alles op de snelheid. Nee, ik probeerde de snelheid te minderen, zodat ik kans had jou te raken. Jij, als jij niet was uitgeweken in die bocht, Denis... Oh, bijna, Mick! Het scheelde echt nog niks. Als jij net in die bocht niet was uitgeweken, dan had ik jou volgeraakt, maar jij week uit. Oh, zo, Niels, die kwam dichtbij, of niet? Ja. Als dat in real life gebeurt, jongen. Oh, dat is best wel geinig. Ja, eigenlijk heb je dan een bijna doodservaring, man. Ja, maar dat is toch grappig. Volgens Niels is dat geinig, jongens. Ja, gast, dat is toch grappig. Dildo, Denis! Ja, mijn auto zat zo vast. Bijna. Ja, mijn auto zat vast. Hé, hey, hij staat weer. Mijn auto zat ook vast bij de ramp. Ja, maar ik moest gewoon uit mijn auto, want hij zat gewoon vast in de stoeptegel of zo. Kunnen jullie nu respawnen of zo? Nee. Tuurlijk niet. Hij zat gewoon vast in een soep tegen me. Hakujo! Hakujo out of nowhere! Fuck, watch out! Denis kwam gewoon tegelijkertijd van de andere kant, hè? Ja. Gast, ik RKO'de jou gewoon keihard. Oh, ja, maar Denis en jij hadden mij tegelijk. Dat doet nee, mijn ik bol. Weet wat bekers. Ik doe hem een mussel en dan pakken we allemaal onze donk. Oké. Ja? Ja, is goed. Ik pak Niels de tampon. Nee. Ik ga serieus mijn donk pakken. Is ja, donk is fucking grappig. Dan wordt wel heel grappig. Mensen, we gaan nu allemaal in de donker rijden. Kijk, ik ben de Chicken Man. Ik ben meer een uilmasker, maar ik ben de Chicken Man. Fuck it dat je bent. Mick heeft zijn fucking Dominator gepakt. Nee, zoiets zou ik nooit doen. Gast, jij bent echt een vieze naaibal, hè? Ik zei zo van, ja, toen kon we doen donk pakken. Nee, niet. Nee. Hij doet meteen weer lekker zijn Dominator pakken, vieze homo. Nee, lul, douwt hij mij eraf. Ja, omdat je terecht. Fucking Dominator hebt gepakt. Anders had ik ook mijn tamponauto kunnen pakken. Anders had ik mijn nightshade. Oh, schade, iets. Nee, die kon mij niet duwen. Deze auto is te zwaar. Mick, anders... Yes, ik sta eerst. Yeah. Nee, maar Mick, dat is echt vies. Wij zeggen gewoon, ja, doe de donk pakken en je hebt gewoon schijt. Nee, maar ik had al gekozen. Ja, gast, we konden niet. Ja, dat kan niet eens, man. Niels, ik was al klaar. Ik kom niet naar boven. Hoezo de fuck ging je door me heen, Mick? Omdat je nog aan het respawnen was. Nee. Echt wel. Ik stond echt best wel lang daar stil. Die lul! Toch je donk moeten pakken, hè, Mick? Toch je donk moeten pakken. Nee, maar Dedel gaat al voor je stilstaan. Nee, gewoon niet. Moeten... Klein... Oh nee, kijk, ik val naast de snelweg. Naast de snelweg. Op de allersnelste snelheid. Allersnelste snelweg. Ik kan niet. Bij de laatste jump moet je heel snel gaan trouwens, Mick. Ja? Bij de laatste jump moet je heel snel gaan. Oké. Okay. Echt op je allersnelste snelheid.
Niet dus. Hoeft niet per se. Ik weet nou al dat jullie mij gaan naaien. Nee. We zijn geen homo's. Gewoon. Pauper gay. Pauper gay. Echt wel super gay. Echt wel super gay. Mick. Kijk, en nu... Mick, jij bent echt een Donnie, hè? Wat? Ik haal deze jump niet. Ja, ik had niet genoeg snelheid. Niels, maar je kunt er toch gewoon met je megawielen overheen rijden? Ja, maar dan, ik ging niet snel genoeg. Dus ik doe mijn suspension omhoog. Dat heb ik nu ook. Maar Mick, jij bent echt een vieze naaibal. Wij zeggen, doe je donk. Jongen, ik had die toch wel gekozen. Ja, gast, dan kun je toch teruggaan. Nee. Ik zei voordat we de ouders konden kiezen al, ja, pak je donk. Nee. Jawel. Niels, dat haal je wel. Je net je bij mij de hele tijd op rond. Nee, back-o. Nee, zo gaat dat niet. Als jij gewoon al had gezegd, ja, ik heb per ongeluk mijn dominator gepakt. Dan vond ik dat oké, dan had ik mijn tampon kunnen pakken. Maar jij zegt het niet eens. Nee, omdat je bij mij een robotstem had. Gast, bij mij niet, dat is raar. Ja, Mick heeft gewoon kut internet. Ja. Mick heeft gewoon kut internet, ja. Zegt degene met het internet nog steeds. Hoezo heb ik nou mijn kut internet? Nou, jij moet gewoon naar beter internet kopen. Hoeveel? Oké, doei mensen!